Dank u wel, mevrouw de voorzitter. In de eerste termijn heb ik er al voor gewaarschuwd dat dit wetsvoorstel, zoals het nu voor ligt, een enorm risico met zich meebrengt dat straks ook personen kunnen worden aangemerkt als radicaliserend, terwijl zij helemaal niet de intentie hebben om terroristische of extremistische activiteiten te verrichten. Omdat die definitie van radicalisering ook al gaat over personen die in verband gebracht kunnen worden met het proces dat uiteindelijk kan leiden tot terroristische of extremistische activiteiten. En waar ik nu nog even aandacht voor wil vragen, dat is die definitie van extremistische activiteiten. Want ook die is buitengewoon breed gedefinieerd. De minister zoomde een aantal keer in op activiteiten waarbij personen of organisaties vanuit ideologisch motief bereid zijn in ernstige mate de wet te overtreden. Maar de definitie in het voorstel gaat verder en ziet ook op, en ik citeer, activiteiten die de democratische rechtsstaat ondermijnen. En dit is ook weer zo'n term die steeds vaker gebruikt wordt en steeds verder wordt opgerekt. Zo is bijvoorbeeld nadat dit wetsvoorstel is ingediend, dit wetsvoorstel werd eind 2022 ingediend, en in mei 2023 verscheen een jaarverslag van de AIVD, waarin ook gewaarschuwd wordt voor die activiteiten die de democratische rechtsstaat ondermijnen. En de AIVD gaat in het jaarverslag zo ver dat, en ik citeer, het verspreiden van de boodschap dat je de overheid niet kunt vertrouwen al wordt aangemerkt als een activiteit die de democratische rechtsstaat zou ondermijnen. Deze minister is ondertussen ook bezig met wetgeving om personen of organisaties die lezingen organiseren, activistische toespraken faciliteren, pamfletten verspreiden, die deze boodschap uitdragen, om die aan te kunnen pakken. En hoewel we het hier met elkaar heel erg oneens kunnen zijn over waar die reikwijdte precies moet liggen, hoop ik dat we het er in ieder geval over eens kunnen zijn dat dit voorstel er niet toe gaat leiden dat straks personen of organisaties die enkel en alleen de boodschap verspreiden dat je de overheid niet kunt vertrouwen, straks worden aangemerkt als radicaliserend. En om dat buiten iedere twijfel te zetten, dien ik de volgende motie in. De Kamer gehoort de beraadslaging, roept de regering op om het verspreiden van de boodschap dat je de overheid niet kunt vertrouwen niet aan te merken als een activiteit die de democratische rechtsstaat ondermijnt. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.